Goedemorgen, het is momenteel maandag 6 september en dat betekent dat het vandaag mijn eerste schooldag van het jaar is. En ik neem jullie gewoon gezellig mee. Zoals je ziet heb ik me net helemaal klaargemaakt en ik dacht ik laat nog heel even kort mijn outfit zien voordat ik de deur uit ga. Ik heb dit t-shirt aan van Chiquelle en ik heb deze broek aan van de Primark en ik doe hier zometeen mijn Nike's onderaan. En verder heb ik gewoon mijn standaard sieraden om die ik eigenlijk altijd om heb. En nu is het ondertussen 8:10, dus ik moet over 5 minuutjes de deur uit. Dus ik ga snel naar beneden om mijn laatste spulletjes te pakken. Nu moet ik nog gaan rennen ook, want ik ben echt hartstikke vroeg opgestaan. Maar als je dingen 's ochtends ook wil filmen, dan kost het echt 2 keer zo lang. Dus we gaan rennen. Lightning stricken cactus and it starts to rain. The smell of steamed asphalt scented Novocaine. Nature's brew of all kinds of things. Okay, ik heb een probleem. Ik ben mijn OV-kaart kwijt. Midden in de stad. Ik ben in mijn eentje in de stad, ik moet even wat halen. Maar ik ben mijn OV kwijt. Ik moet nog naar huis. En ik heb vanavond mijn OV nog nodig, morgen. Oh my god. Stress. Hoe moet ik dit oplossen, guys? Oh my god. Oh my god, wat een dag. En de dag is nog lang niet voorbij, maar echt... Zoals je net hebt gezien, ben ik dus mijn OV-kaart kwijtgeraakt. Ik denk dat die gestolen is, maar dat durf ik niet met zekerheid zeggen, maar ik denk het wel. Dus ik heb gelijk mijn OV-chipkaart geblokkeerd en een nieuwe besteld. Maar ja, ik zit nu natuurlijk wel zonder OV-chipkaart en ik moet morgen bijvoorbeeld ook gewoon naar stage en zo. En dat moet ik ook met het OV doen. En ik moet vanavond ook naar dansles, dus daar moet ik ook heen met het OV. Dus het is gewoon echt heel erg naar dat ik me nu kwijt ben. Dus ik heb nu een tijdelijk student-OV aangevraagd. En die ga ik dan op de OV-kaart van mijn moeder zetten. Die heeft gewoon een anonieme OV-kaart, dus dan kan ik die gebruiken. Dus dan moet ik even zometeen naar zo'n ophaalpunt om dat tijdelijke abonnement op te halen. Allemaal gedoe. En ik ben daardoor ook gelijk helemaal kapot. Dit overkomt ook echt alleen mij weer. Op mijn eerste schooldag mijn OV-kaart verloren. We zijn in ieder geval weer thuis, zoals je kan zien. Ik heb niet zoveel gevlogd op school of zo. Aangezien ik 1 les had en in die les moest ik heel de tijd communiceren met de rest van mijn klas. En moest ik heel de tijd luisteren, dus ik heb er helemaal niet aan gedacht om iets te filmen. Want we waren gewoon heel de tijd druk bezig. Dus ja, dan ga je ook niet zomaar ineens filmen, want dat is gewoon raar natuurlijk. En het is een nieuwe klas, dus ik voel me daar nog niet echt comfortabel bij om zomaar iets te doen voor mijn YouTube kanaal. En dat was ook de enige les die ik had. Daarna heb ik mijn propedeuse opgehaald. Die heb ik hier. Daar ben ik mega blij mee. En toen ging ik even de stad in om naar de Primark te gaan om een vest te halen voor mijn moeder. En ik heb even koffie gehaald. En toen gebeurde het. En toen ben ik mijn OV kwijtgeraakt. En nu zijn we thuis. Dus je hebt niet heel erg veel gemist hoor. Buiten dat. Maar dit is echt wel een dag om nooit te vergeten. Mijn eerste schooldag. OV kwijt en propedeuse opgehaald. Nou, dat zijn echt de 2 uitersten die je maar kan hebben op 1 schooldag, denk ik dan. Ik moet overigens wel best wel veel dingetjes doen voor morgen, voor vandaag en voor de rest van de week qua schooldingen. Dus ik ga heel even een to-do-lijstje maken. Gewoon even een kort to-do-lijstje op zo'n pad. Dus we pakken er even een pen bij en dan gaan we even een simpele to-do-lijst maken. Zodat ik even wat overzicht heb wat ik vandaag allemaal nog moet gaan doen. Want dat is best wel veel. Oké, het lijstje is gemaakt. Ik moet onder andere dan naar zo'n OV-ophaalpunt om mijn tijdelijke studentenabonnement op te halen. Ik moet dansen vanavond. Ik moet een lesvoorbereiding afmaken voor morgen, want morgen is mijn eerste stagedag bij een nieuwe school. Ik wil even wat dingetjes plannen, want ik heb vandaag wat dingetjes storen gekregen die ik wil plannen. En ik wil wat literatuur gaan verzamelen, maar dat is alleen als ik er tijd voor heb. Want het is ondertussen al
bijna 3:30. En de dag gaat echt zo voorbij. Ik ga eerst even wat drinken, want door alle stress van mijn OV-kaart heb ik echt dorst gekregen. Ah, hier was ik zo aan toe. Ik ga nog even 10 minuutjes rusten. En dan ga ik naar zo'n OV-ophaalpunt. Dat is eventjes lopen. Even mijn vriendinnen updaten met wat er allemaal is gebeurd. Want die zat in de les toen dit allemaal gebeurde. Maar echt waar, leer van mij. Raak niet je OV kwijt. Vooral niet als je zo lang moet reizen. Echt helemaal naar. Helemaal naar dit weer. Oh my god. Maar goed, genoeg over het OV geklaagd. We gaan hem maar eventjes ophalen. Oké, OV-chipkaart is geregeld. Als het goed is kan ik hier nu mee gratis reizen. Gaan we vanavond gelijk testen als ik naar dansen ga. En ik ga nu lekker al mijn sieraden afdoen. Want ik heb het echt mega warm van alle stress en zo. En dan vind ik het altijd lekker om mijn sieraden af te doen. Dan vind ik het lekkerste om te doen als ik thuis kom van school en zo. Lekker alle sieraden af. Oh, ik heb het echt zo warm. Het is ondertussen alweer 4:30. Dat betekent dat ik niet zo lang meer over heb. Want ik moet om 6:45 naar dansen toe. En dan ben ik rond... Even denken hoor. 9:30 thuis. Dat is heel erg laat. En ik wil het liefst wel een beetje op tijd gaan slapen. Dus ik moet nu wat dingetjes gaan doen voor stage. Schooldingen die laat ik dan maar even zitten. Die komen dan op een ander moment wel eventjes. Ik heb nu gewoon zoveel stress gehad. 1 ding tegelijk. Dus we gaan mijn laptop er even bij pakken. En dan kan ik even wat dingetjes gaan doen voor stage. Ik heb niet echt veel contact gehad met mijn stageschool. Want ze reageren vrij weinig. Dus dat is wel jammer. Ik had me liever iets meer willen voorbereiden. Maar dat ging helaas niet. Maar goed, maakt niet uit. Oh my god, wat een mega drukke dag. Het is ondertussen alweer 6:30. En ik moet me nu gaan omkleden voor dansen. Want ik moet zo meteen op de bus springen naar de dansstudio. Maar ik ben nog lang niet klaar. Maar ik ben pas rond 9:30 thuis. En zal echt balen. Ik moet nog zoveel doen. Oh my god. Als het elke maandag gaat zijn. Dan weet ik niet of ik kan dansen. Want dit is echt chaos. Oké. Ik ga me nu omkleden. En dan ga ik kijken wat ik nog even snel kan doen. Ik heb een wekker gezet. Zodat ik op tijd de deur uit ga. Maar ik moet nu eerst even nadenken wat ik aan ga trekken voor dansen. Oké, ik ben aangekleed. Ik heb geen tijd om iets voor school te doen, maar ik heb een topje aan, een hemdje aan en een sportlegging aan. Helemaal top. Ik ga nu dansen en ik spreek jullie straks weer. Zo, en dan is de eerste schooldag alweer voorbij. Het was echt een mega drukke dag vandaag. Ondanks dat ik echt maar 1 les had vandaag. Maar echt, ik heb echt het gevoel dat ik tijd tekort kom. Maar goed, ik kom net lekker van dansen vandaan. Het was echt mega leuk. Maar daarna ben ik gelijk onder de douche gesprongen. Want daar was ik echt aan toe. En nu heb ik even een theetje erbij gepakt om even tot rust te komen. Want ja, je hebt toch net gesport. Dan wil ik even rustig aan doen voordat ik in mijn bed kruip. Ik heb een aantal dingen gedaan om voor te bereiden voor mijn stagedag van morgen. Dus ik heb mijn schrift helemaal ready gemaakt. Wil je nou weten hoe of wat, dan komt er binnenkort een video online over hoe ik me voorbereid voor stage. Daarin leg ik alles uit wat ik doe. Dus ben je benieuwd, abonneer dan alvast eventjes. Want binnenkort komt die video online. Nu ga ik niet zoveel meer aan school doen, want het is ondertussen al 10:30. En ik moet morgen super vroeg op voor stage, want dan moet ik om 7:00 al naar de bus. Dus mijn wekker gaat om 5:30, 5:45 ongeveer. Dus super vroeg natuurlijk. Daarom wil ik eigenlijk ook wel zo mijn bed in. Maar ik drink nog eventjes lekker mijn theetje op. Maar het was vandaag echt een avontuur. Oh my god. Mijn OV gewoon kwijtgeraakt. Gebeurt alleen mij op de eerste schooldag. Ik hoop dat jullie deze vlog een beetje leuk vonden. Het is super realistisch, want weet je, iedereen kan zijn OV een keer kwijtraken. En niet iedereen schooldag is gelijk perfect. Maar weet je, we hebben kunnen lachen. In ieder geval, ik denk dat jullie wel hebben kunnen lachen. Ik heb nog niet echt erover kunnen lachen. Nou ja, nu een beetje. Super stom gewoon. Maar ik ga zo lekker mijn bedje in. Dus ik wil jou heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat je hem leuk vond. Laat weten hoe jouw eerste dag ging. Of wat jouw grootste blunder is van school tot nu toe. Mijne is toch wel mijn OV verliezen op mijn eerste schooldag.
Maar goed, ik hou erover op. Bedankt voor het kijken. Vond je deze video dan leuk? Vergeet dan geen duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden. Klik gelijk op dat belletje, zodat je weet wanneer ik een nieuwe video plaats. Volg me ook even op Instagram als je dat leuk lijkt. En dan hoop ik je te zien bij een gloednieuwe video de volgende keer weer.